ga je stiekem, mag het eigenlijk niet zeggen, maar toch wel een beetje voor een 30 kilo bak. Zo'n lange schub, die gaat sowieso over een meter heen. Dat was er weer een hoor, zo'n volle bak jongen. Makkelijke 50er. 56. 26,3 kilo. Midden van zijn onderlip en daar achter de harde rand. Helemaal achter in de obstakelbaai onze lijnen klippen. En daardoor kunnen wij snaarstrak naar de klip toe vissen. De slap lijntje naar de richt toe. We gaan in deze video alles aan jullie uitleggen hoe we vissen, welke keuzes we maken, welke tactieken we gebruiken. Lijnbenadering, stekbenadering, alles komt aan bod. In deel 1 zagen jullie al dat we heel wat vissen wisten te vangen, maar dat er bij ons nog geen bak langskwam. Alijn had wel al een aantal grote vissen en ik kan jullie beloven dat in dit deel 2 bizar veel grote vissen op de kant gaan komen. Gewoon heel rustig, laagste stand van de motor, gaan we naar de obstakelstek toe. We hebben gisteravond weer flink gevoerd, dus als het goed is, is al het voer weg. En als we nu weer 2-3 handjes opgooien, zouden we heel snel een aanbeet moeten krijgen. Maar het is wel zaak dat je die vissen zo min mogelijk verstoort. Dus ik zet nu de motor al uit. Ik laat mezelf gewoon afdrijven. Een klein beetje bijsturen. En dan ga ik als eerste een paar schepjes voeren om die vissen een beetje weg te jagen met mijn boilies en niet met mijn boot. Lijkt me een iets betere manier om die vissen te verstoren dan vol overeen met de elektromotor. Dus dat gaan we niet doen. Voer even een paar schepjes en dan gaan we de rig op scherp leggen. Wat ook heel belangrijk is in onze tactiek, is dat wij niet enkel bij de rig voeren, maar dat we ook echte obstakels invoeren. Dus echt in de safe zone van die vissen, waar ze veilig kunnen eten. Daar brengen we onze live system, zodat ze er zoveel mogelijk van eten. En als ze dan meer willen, moeten ze uit de obstakels komen om bij onze rig terecht te komen. Maar daar stopt het niet, want wij voeren nog verder door, nog minder veilig voor die vissen. Je wil niet dat jouw haka's het minst veilige aasje is. Dus ik voer nog verder door, weg uit de obstakels, zodat ons aas eigenlijk een van de veilige aasjes wordt. En dat is een van de redenen waarom wij die vissen wel uit de obstakels weten te krijgen. Alright, nu gaan we de rig inleggen. Dat doen we eigenlijk heel simpel door hem naast de boot te laten zakken met de rig achter het lood. Dus ik zwier hem eigenlijk iets verder en dan laat ik hem terugzinken naar mij toe. Kijk. En zo weet ik zeker dat die rig gestrekt ligt van het lood af. En die poliebal die drijft daar netjes. Ik kan terug naar de klip toe gaan. Als we bij de klip zijn, dan pak je gewoon je voorslag. En laat jezelf heel langzaam naar de klip toe drijven, zodat de boot stil is. Als je de veesteun vastpakt, kijk even een spinnetje. Omdat we vannacht niet gevist hebben. En daar hangt mijn klip. Dat zorgt ervoor dat die lijn onder spanning naar onze hengels toe gaat. Maar dat we wel nog met een slap lijntje naar ons lood toe vissen. Zodat je de vissen zo min mogelijk verstoort. Zo, hij zit in de klip. Nog even door de veesteun. En we zijn aan het vissen. Heerlijk zo, in het ochtendzonnetje en we zijn weer aan het vissen. Rig ligt op scherp. Ik ben benieuwd hoe lang het vandaag gaat duren. Oké, hij ligt ook in de tweede veesteun. Even met de motor over de stronk heen. Netjes. Dat we aan het vissen zijn. Die lijn gaat onder een hoek de doorgang in. En daarna bij de volgende veesteun, daar zit de clip. En meteen als die vis de lijn uit de clip trekt, is die lijn snar en snaar strak. En dan kan die vis eigenlijk geen kant op. En meteen als wij die hengel vastpakken, dan dirigeer je die vis eigenlijk terug naar de veesteun. Met beleid natuurlijk. Hè. Je hoeft niet achteruit te gaan lopen, volle bak pompen. Want die vis die heeft nog wel een meter of twee speling daarachter. En 2 meter klinkt misschien niet veel, maar dat is wel genoeg om hem uit die obstakels te houden. En dat weten we ook uit ervaring, omdat we nu 22 aanbeten hebben gehad. En er was er maar eentje die ver genoeg de obstakels in was, dat hij achter één takje zat. Nou, dat was natuurlijk eventjes er naartoe, 1 keer wippen en die vis die kwam terug. Dus het is gewoon perfect zo. Hij gaat zo weer aflopen, ik voel het gewoon. En wat ik ook altijd doe, als ik terugvaar met de hengel, is even snel 2 schepjes voer gooien op de stek die op de route ligt naar de obstakelbaai. We hebben 2 hele mooie bars onder water liggen. En daar kan ik iedere keer als ik er langs kom, 2 schepjes voer gooien.
consequent voeren is altijd beter dan in één keer heel veel voeren. Dus we gaan kijken of dat ook nog een aanbeet oplevert. Die ligt er op scherp. Oké, als we terugkomen dan is die lijn natuurlijk in het water gevallen. Maar we willen dat die lijn helemaal boven water naar de eerste veesteun loopt. En ook naar de tweede veesteun. Dus wat we doen is met de top heel hoog die lijn onder spanning zetten. En dan zie je dat die lijn pjoen boven water uitkomt. En dan hangt die helemaal in de lucht. En dan kun je gewoon met de slip een klein beetje open. Heel voorzichtig. Achteruit onder spanning de hengel in de steun leggen. Meteen de rotlokker op, zodat je die niet vergeet. De slip die zetten we net niet helemaal vast, dus eigenlijk draaien we hem helemaal dicht. En dan, terwijl ik eraan trek, geef ik hem één slagje. Zie je, als ik zo hard trek als ik kan, kan hij nog net een paar tikjes geven. De swinger, zo zwaar mogelijk, die hangt eraan en je ziet dat hij eigenlijk bijna geen speling heeft. Hij hangt al boven, dus die kan niks doen. Met de slip dicht kan die vis geen lijn pakken en zal die pieper ook niet afgaan. Daarom zetten wij de slip een heel klein beetje open, dat als hij zo hard trekt als hij kan, dat toch de pieper afgaat, zodat je een goede beet krijgt. Maar het is wel belangrijk dat je de hengel, jij of je vismaat, altijd in het zicht hebt. Als je één piep hebt, moet jij kunnen zien of die hengel staat te stuiteren. Obstakelvisserij is niet zomaar even lekker in je nest gaan liggen slapen. Je moet actief bezig zijn en zorgen dat bij een aanbeet jij de eerste bent die binnen 2 seconden die hengel in de hand heeft. De lijn die ligt dus nu dus helemaal over het water. Perfect. Ik kan mijn reddingsvest uitdoen, die heb ik nog aan, zie ik. En dan zijn we aan het vissen. Lekker eitje bakken. Dan zien we jullie bij de eerste vis van de dag. Je kan de dag niet beter beginnen dan met een bak van Rainbow. Wow, mijn eerste serieuze vis hier. En na zo hard werken en zoveel kleine vissen ben ik hier wel echt enorm blij mee. En het is natuurlijk nog niet de allergrootste vis van Rainbow, maar je moet wel realistisch blijven. En op dit moment ben ik gewoon super, super blij met dit kanon van onze obstakelhengel. Het was weer een super spannende drill. Knalharde aanbeet. En wat vet zeg. Moet je eens even zien. Die staart die erop staat. Oh, mega blij mee.